Jongens, mijn naam is Joel, ik maak filmpjes op YouTube en fijn dat jij loopt te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Voordat ik ga beginnen met deze video wil ik even doorgeven dat ik zometeen een kaarttruc ga doen. Dus blijf lekker hangen en als je een kaarttruc wilt zien, spoel dan even lekker door. Maar eerst ga ik jullie vertellen over mijn dag en even een onderwerp en dan gaan we een kaarttruc doen. Ik heb de kaart al voorbereid, dus ik heb de truc ook al voorbereid, dus die ga je zo meteen zien. Dus dan weten jullie dat voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Maar fijn dat je loopt te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Het is chill om weer terug te zijn met een nieuwe dagelijkse video. Ik weet, hij is niet geknipt, er zit geen muziek onder, het is niet veel. Maar chill, we zijn nog steeds aan het groeien op dit kanaal. Er zijn nog steeds mensen die geabonneerd raken elke dag weer en dat is super tof. Dus fijn dat je loopt te kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Joel, voor de mensen die niet weten wie ik ben. Hallo, ik ben Joel. Dus dan weet je dat, ik maak elke dag video's op YouTube, al 3 jaar lang. Ja. Ik doe het al een tijdje lang, maar het is geweldig om het nog steeds te doen. Dus fijn dat je erop te kijken. En we gaan even kort mijn dag bespreken. En dan schakelen we over naar een onderwerp en dan naar een kaartroep. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning voor deze video. Nou, gaan we dan. Wat heb ik gedaan vandaag? Nou, dat komt het toch. Ik ben vandaag geweest stage. Klaar. Nee, grapje. Nee, ik ben vandaag geweest naar stage. Dat was super tof. Ik heb vandaag heel veel beelden gefilmd voor mijn eigen stageverslag. En een video die jullie waarschijnlijk ook binnenkort gaan zien op Facebook. Dus ik heb veel dingetjes gefilmd vandaag op stage. En het ging super goed. Het was super fijn. En dat heb ik eigenlijk vandaag gedaan op stage. Dus dat was dat. Daarna ben ik geweest naar huis toe. Ben ik thuis eventjes gaan chillen. En toen ben ik samen met Stefan, een goede maat van mij uit de kerk, zijn we naar de Broeder Beer gegaan. Hebben we lekker gegeten, lekker gepraat. En was heerlijk om lekker... Dus weet je hoe belangrijk tijd wel niet is. En dat is echt chill. Ik heb vandaag lekker met hem lopen praten en... geweldig man. En lekker uit eten geweest. Lekker gegeten. Ik heb trouwens een 3-gangen menu op. Ik heb als voorgerecht tomatensoep en stokbrood. Daarna kipsaté met Franse friet en een salade. En daarna... Die salade heb ik niet op. En daarna heb ik een... hoe heet dat? Een koep speciaal. Dat is eigenlijk een soort van... Ja, toetje. Gewoon een toetje. Was heel lekker. En daar ben ik dus letterlijk net thuis. En ik dacht van, weet je wat, we gaan even lekker vloggen en lekker filmen. Ik heb trouwens ook al alles klaargelegd voor morgen. Dat doe ik altijd, hè. Mijn kleding klaarleggen voor morgen. Dus dat ga ik morgen aan doen. Dus ik heb trouwens daar een trui hangen. Die heb ik echt nog nooit aangedaan. Deze. Zo. Ik heb trouwens echt... Het kaartje heb ik trouwens nog hangen. Dus deze trui. Ik heb hem echt nog nooit aangedaan. Dat staat erop. High five. Met deze vest lijkt me wel. Ik weet niet of het een vette combinatie is. Vind je dit een vette combinatie? Geef dan een like. Zo niet. Ja, dan niet. Dan weet ik veel. Dan niet. Maar goed. En ik ga trouwens... Ja, oké. Laat nou toch bezig zijn. En ik ga deze schoenen eronder doen. Deze Nikes. Deze rode. Vond ik wel vet. Ik was trouwens laatst in de stad. Of met deze schoenen. Was ik in Oostschout in de stad. Ik liep daar rond. En ik liep hier dus in de stad rond. En dat was een beetje stilletjes. En op een gegeven moment was er zo'n bankje met allemaal meisjes zaten daar. En ik liep daar zo voorbij met mijn schoenen zo. En ik was een beetje... Ja, ik zat niet echt lekker in mijn vel. En dus in één keer hoorde ik van... Oh, die jongen heeft wel leuke schoenen aan. En ik dacht van... Ai! Dus ik deed zo. Dan liep ik weer verder. Ik dacht van... Weet ik veel. Vond ik wel vet om te horen. Dat ging dus over mijn schoenen. Geweldig. Hoe schoenen wel niet bezig kunnen zijn. Deze vind ik trouwens ook echt heerlijk. Ik weet niet of ik trouwens al deze schoenen heb aangedaan. Maar Roche-guns zijn zo chill. Ik heb ze echt al... Ik heb er 3 paar of zo. Maar ik ga volgend jaar in de zomer ga ik er ook echt nog wel denk 5 of 6 paar bij halen. Dus ze zijn echt ideaal. Echt heerlijk om op te lopen. Maar goed. Het onderwerp waar ik vandaag met jullie over wil hebben is eigenlijk... Tada! Is eigenlijk... ik weet het eigenlijk nog niet. Nee, ik zat te denken tussen een beetje vriendschap en ik weet niet. Dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Vriendschap. En niet alleen dat, maar ook gewoon... het hoeft niet eens vriendschap te zijn, maar gewoon hoe je eigenlijk om moet gaan met mensen. Hoe ga je om met mensen? Dat is een goeie. Hoe ga je nou om met mensen? Ik bedoel, één ding is moeilijk. Omgaan met mensen. Ik bedoel, met dieren kunnen we al omgaan. Met dingen kunnen we al omgaan. Met onze problemen kunnen we misschien nog regelmatig omgaan. Maar de main issue blijft soms, hoe ga je om met mensen? Hoe ga je mensen behandelen? Ik wil gewoon heel kort, in deze 2 minuten tijd, wil ik even tegen jullie zeggen. Behandel mensen als hoe jij zelf behandeld wilt worden. Als jij zelf als rotzooi behandeld wilt worden. Of ja, als jij mensen als jij mensen behandelt als rotzooi, ga je zelf ook zo behandeld worden. Waarom? Omdat het zo is. Het keert tot je terug. Het is net als een boeboom, als je gooit en het komt terug. Zo ook bij mensen. Als jij tegen mensen alleen maar negativiteit uitspreekt, je zegt alleen maar negatieve dingen, ga je nooit verwachten dat je mooie dingen gaat meemaken. En dat denken mensen vaak. Weet je, mensen vaak, nou, als ik tegen die zeg en die tegen die, als ik die ga afkraken, dan gaat het allemaal goed met mij komen. Als ik die helemaal ga afzeiken, dan komt het goed met mij. Maar zo is het niet. Daar maak je een fout. Een hele grote fout zelfs. Behandel mensen als hoe jij zelf behandeld wilt worden. En misschien vind je het fijn om afgekraakt te worden, weet ik veel. Maar ik zou zeggen, ik ken 9 van de 10 mensen vinden dat niet fijn. Daarom, als je goed behandeld wilt worden, als je met respect behandeld wilt worden, begin het eerst bij jezelf. Behandel mensen zelf met respect.
en met liefde. Wil je meer liefde ervaren? Deel meer liefde. Wil je meer vrolijkheid ervaren in je leven? Deel vrolijkheid. Wil je dat meer mensen tegen jou gaan praten, dat meer mensen jou gaan behandelen, dat meer mensen het fijner vinden om bij jou te zijn? Wees dat ook bij anderen. Zorg dat anderen zich eigen ook prettig voelen bij jou. Zorg voor een goede atmosfeer. Zet een goede atmosfeer neer als je op een plek bent. Op je werk, op je stage, waar dan ook, op school. Zorg voor een fijne atmosfeer. Wees niet iemand waar mensen denken van, dat vind ik niet echt fijn om daarbij te zijn. Wees iemand waardoor mensen zeggen van, wat is het fijn om bij die persoon te zijn, man. Dat is kei chill. En één ding is. Wil je dat mensen interesse in jou tonen? Dat mensen meer interesse in jou gaan tonen. Meer met jou ook bezig willen zijn. Ook jou beter te leren kennen. Wil je dat zo is? Doe het andersom ook. Toon interesse in mensen. Als mensen interesse in jou tonen, dat is een teken dat ze geïnteresseerd zijn in jou. Dat is een teken dat ze aan jou denken. En deze vind ik dan lastig. Als meisje bijvoorbeeld zegt, ik zoek een jongen die veel interesse in mij toont. Een jongen die gewoon mij leuk vindt. En luister, jongens doen dat. Jongens doen interesse tonen. Jongens tonen interesse. Misschien lijkt dat wel niet zo. Maar als een jongen tegen jou zegt hoi. Of als een jongen tegen jou zegt, hoe gaat het met je? Of als een jongen tegen je zegt, wat ga je doen? Dat zijn signalen. Dames, dat zijn signalen. Dat jongens het leuk vinden om interesse in te tonen. Voor ons is dat heel simpel gewerkt. Signalen om interesse in jou te tonen. En de manier waarop jij reageert. Jouw mond is even sterk als een jongens vuist. Het is even sterk als een jongens spieren. Jouw mond is daarin heel sterk. En wees daarom ook voorzichtig met hoe je gaat reageren op een jongen. Reageren met negativiteit? Is het dan. Dan kan je veel doen? Dan. Reageren bot, droog, saai, kattig? Dan. Voor jongen is het gelijk iets van, yo, dude. Ik wil eventjes opkomen voor alle boys vandaag. Ik wil gewoon eventjes tegen jullie voor alle jongens. Kijk, wij jongens, heel eerlijk, hè? Als wij iemand leuk vinden of als we interesse tonen. Dit gaat niet eens over liefde. Dit gaat niet eens over relaties. Nee, absoluut niet. Dit gaat gewoon over interesse tonen. Op gebied van vriendschap zelfs. Laten we het gewoon daarop houden. Als een jongen interesse in jou toont. Als een jongen interesse in jou toont. En dan stuurt een appje of hij belt even op. Of weet ik veel wat. Hij geeft een like op je. Het zijn allemaal dingen, signalen van ons jongens. Om aan te geven van, luister. Wij vinden het leuk om met jou om te gaan. Wij vinden het leuk om iets te doen met jou. Wij vinden het leuk om gewoon te gaan chillen. En als jij daarop negatief reageert, en als jij kattig op daarop reageert, en je reageert heel bot erop, dan zijn wij jongens heel simpel. Dag, en wij gaan weg. Of dag. Niet in de zin van dag, wij gaan weg. Maar wij nemen dan afstand. Wij zien dat als van, dat willen wij niet. En dan komt deze. Gaan de meisjes afvragen, waarom gaat de jongen nou niet meer om? Waarom doe ik nou fout? Ik bedoel, dit en dat. Nee, dat is omdat jou gewoon een manier op je omgaat. Zo ga je niet om met mensen. Als iemand interesse in jou toont, toon dan interesse terug. Wil je dat niet, maak dat dan ook duidelijk. En ga dan niet bot reageren, maar zeg dan van, sorry, ik ben niet echt geïnteresseerd in jou. Dat is duidelijk voor jongen. Dan denkt de jongen van, chill, wij weten het, wij kunnen doorgaan. Maar ga dan niet komen met bepaalde dingen van, ik was druk bezig met de afwassen. Nee, ik was druk bezig met mijn kledingkast opruimen. Dat heeft geen nut. Wees gewoon eerlijk en oprecht. Dat is gewoon heel de issue. Ga er niet om mee lullen, ga er niet om mee praten. Wees direct. Wauw, ik weet niet eens waarom ik dit deel. Maar dit wou ik delen, dus... Dan weten jullie dat. Dat eigenlijk over hoe je met mensen om moet gaan. En behandel mensen altijd met liefde en respect. Dat sowieso, wat er ook gebeurt. Maar goed, het is tijd voor de kaartdruk waar de meeste van jullie denk ik op hebben gewacht. Ik ga hem aan jullie eerst laten zien. En dan ga ik hem uitleggen aan jullie. Dus ik zou zeggen, laten we de camera even draaien naar beneden. En dan gaan we hem doen, man. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb deze echt letterlijk net verzonnen. En ik hoop dat jullie hem ook echt heel tof gaan vinden. Het is echt een improvisatietruc. Het is een truc die... Die niet vaak voorkomt en die jullie wel vaak gaan doen, denk ik. We gaan beginnen. Zeg stop. Stop. En we pakken deze kaart. In dit geval dus de ruiter 10. Zoals jullie dus zien, dat rijmt. De ruiter 10 pakken we. En die kaart die doen we dus hier in het midden. En die is dus weg. En let op wat er gaat gebeuren. Ik ga iets heel vets doen. Ik ga het namelijk niet met mijn handen doen, maar met mijn voeten. Let op wat er gaat gebeuren. Ik ga de camera iets lager doen. Oké. Let op wat er gaat gebeuren. Ik ga iets gebeuren. Let op. Zeg je dat? Zeg je dat? Toen ik de kaarten gooide. Oh. Ik kwam er één kaart in mijn sokken. Kijk eens wat een kaart het is. Kijk eens, de ruiter 10. Ah. Die is vet, hè?
Jojo, we snappen hem al. Allright, we gaan hem nu uitleggen voor de mensen die het niet snappen. Het is eigenlijk een hele simpele truc. En hij is heel effectief. Of effectief, effectief, weet ik veel hoe je dat zegt. Wat je eigenlijk kan doen, ik heb het nou in mijn sok gedaan. Eigenlijk moet je hem in je schoen doen. Of eigenlijk moet je hem in, ja, gewoon in je schoen doen. Dat is eigenlijk heel simpel. Nou, de voorbereiding voor deze truc is eigenlijk heel simpel. De bedoeling is eigenlijk, je raadt het toch niet, zorg voor twee dezelfde kaarten. In dit geval dus twee ruiten die met dezelfde achterkant en voorkant. Wat jullie dus zien. Dus zorg dat je sowieso de twee dezelfde kaart hebt. Wat ik dus nu heb. Ik heb twee keer de ruiter 10. Wat je met één ruiter 10 doet, is eentje doe je in je schoen. Oftewel in je zak of waar je hem ook wilt hebben. Ik doe hem in dit geval eventjes in mijn zak. Dit is even de voorbeeld van mijn schoen. En wat je dan doet, is je legt die andere ruiter 10 leg je bovenop. En jij gaat ervoor zorgen dat zij die kaart gaan kiezen. Maar hoe doe je dat nou? Joel, hoe kan ik er nou voor zorgen dat hun die ruiter 10 gaan kiezen? Heel simpel. Zeg stop tegen iemand. Deze move heb ik al een keer uitgelegd, maar ik ga het dan nog een keer doen. Dat is trouwens de ene laatste keer dat ik maar uitleggen. Deze move, de ruiter 10, leg je bovenop. Jij zegt tegen hun stop, je riffelt met je duim. En als je zegt stop, dan pak je alle kaarten op. En dan met deze vinger strek je de ruiter 10 daar naartoe. Snap je wat er eigenlijk dus gebeurt, is eigenlijk deze move. Je zegt stop en je pakt de bovenste kaart en die pak je dus. En de snelheid ziet er zo uit. Zeg maar stop, stop. Bam, en dan kiezen die kaart. Maar door die snelheid gaan ze niet zien dat jij die bovenste kaart daar naartoe trekt. Zeg maar stop, 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 bam, en ze pakken die kaart en zij hebben dus ruiter 10. Dat is eigenlijk heel simpel de move. Dus oefen dat, je houdt de kaarten zo vast. Het enige wat jij doet is ze riffelt en je houdt ze met deze vingers. Trek je de bovenste kaart naar datgene toe en pakken zij die kaart. En dan is die ruiter 10, die kiezen ze. Die leg je dus weer in het midden en dan gooi je alle kaarten op je schoen. En dan is de truc voorbij. Zo simpel is het, improviseer. De bedoeling is niet dat ik jullie uitleg dat jullie het precies als mij moeten doen, maar dat jullie gaan improviseren. Dat is mijn, dat hoop ik dat jullie dat gaan doen en dat het niet iets is wat ik alleen maar... Ik heb deze truc zelf trouwens ook net eventjes geïmproviseerd en het is echt een hele vet effect. Dus als je daar zin in hebt, doe het vooral. Wees vrij om zelf ook je eigen trucs te creëren. Dus dat is eigenlijk een beetje dat. Maar jongens, ik ga een einde maken aan deze vlog, anders duurt die veel te lang. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wil je nou dat ik meer kaartenfilmpjes ga maken? Weet ik veel wat? Geef dan een like op deze video. Vond je nou het vet dat ik het over dit onderwerp had? En wil je nou dat ik het over een ander onderwerp heb voor de volgende keer? Laat het gerust hieronder weten in de reacties. Wees daar gewoon heel vrij. En als jij denkt van Joel, heb het eens een keer over dit onderwerp? Of heb het eens een keer over seks? Heb het eens een keer over problemen? Heb het eens een keer over hoe je om moet gaan in een gezin? Of weet ik veel wat? Of over school? Of over pesten? Of wat voor onderwerpen dan ook? Laat het alsjeblieft hieronder weten in de reacties. Want daar wil ik graag met jullie over praten. En jullie daarbij kunnen helpen. Dus mocht je iets willen weten, wees gewoon niet vrij. En reageer alsjeblieft hieronder. Want daarvoor zijn de reacties. En niet alleen maar om te kunnen zien hoe goed ik het doe. Of wat ik tof doe. Dat wil ik niet eens weten. Ik wil gewoon weten wat jullie nodig hebben. Dat is mijn doel van deze video's. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Geef een like op deze video. Geef een blauw duimpje. Abonneer op dit kanaal. En blijf op de hoogte. Je voegt me trouwens toe op Facebook en op Instagram. Ik ben daar heel actief op Facebook en op Instagram. Dus voeg me daarop toe. Die linkjes staan hieronder in de beschrijving van de video. Dus voeg me daarop toe. En dan zie ik jullie gewoon weer morgen terug met een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel. En ik zeg ciao!